Dit is de vierde meditatie van vier audiomeditaties die horen bij de kleine gids voor christelijke meditatie. En we doen nu een gebedsoefening volgens de traditie van de Centering Prayer. Je kunt daarover lezen in hoofdstuk 9 van het boekje. En je kunt daar ook lezen dat je daarbij een zogenaamd heilig woord gebruikt om tot innerlijke stilte te komen. Dat is een woord dat je zelf straks kiest. Ik leg het straks wel kort uit, maar als je wil kun je hoofdstuk 9 nog even nalezen. In deze meditatie volgt een stilte van ongeveer 5 minuten. En dat lijkt in een opname als dit heel erg lang. Maar om te mediteren raad ik je aan om die stilte langer te maken. Officieel, volgens mensen van de WCCM die dit bijvoorbeeld praktiseren, die zeggen dat moet 20 minuten zijn of 30 minuten. Nou, dat is misschien om te beginnen voor jou heel lang, maar we beginnen dus met in deze opname met ongeveer 5 minuten. Kijk maar wat het met je doet. Maar voordat we dat doen, wil ik je eerst helpen om tot een goede basishouding te komen. In een goede aandacht bij je lichaam, om goed om te gaan met je adem en om je gedachtenstroom, die je bezet kan houden, los te laten. Oké, ik weet niet waar je op dit moment bent, maar ik ga ervan uit dat je bent op je meditatieplek. Een stille ruimte in je huis of een hoek van de kamer. Overigens leent deze meditatie zich ook wel heel erg om gewoon in de open lucht te doen, in een park of zelfs als je in de trein zit, omdat je hier weinig materiaal bij nodig hebt. Maar oké, je bent op je meditatieplek. Misschien heb je net een kaars aangestoken als teken van het licht van God in jouw leven. Je hebt een lofprijzing gezegd of je hebt een stukje meditatieve muziek of een lied gehoord. Dan nodig ik je nu uit om je meditatiehouding in te nemen en mooi, rustig en diep te ademen. En volg je ademstroom eerst met aandacht. Het ademt in jou. Je ontvangt de adem en je laat de adem weer los. En bij het ontvangen van je adem kun je je voorstellen dat je zuiverende energie tot je neemt. En bij het loslaten van de adem stromen als het ware gedachten of alles wat je bezet stromen van je af. Dus adem rustig in en uit. Niet je adem beïnvloeden, maar alleen opmerken hoe ze rustig in en uitstroomt. En dat blijf je in die rust doen gedurende de hele meditatie. Het kan zijn dat er gedurende die meditatie afleidende gedachten komen. Dat heb je waarschijnlijk eerder bij de hand gehad. Dat is geen ramp, daar moet je niet te veel tegen vechten, want het is er nou eenmaal. Maar ik nodig je uit om die gedachten dan ook weer los te laten, om daar niet in te gaan hangen, om er geen haken in te slaan als het ware. Maar bij iedere uitademing laat je die gedachten als het ware van je afstromen. Dus ga er niet mee op de loop, mee associëren. Kijk er gewoon rustig naar. Oké, je ademt mooi, rustig, in en uit. Ga nu met je aandacht naar je voeten. Voel hoe die mooi plat op de grond rusten. En ga van daaruit via je benen rustig omhoog naar je bekken, je zitvlak. En merk hoe je benen mooi rustig op de grond rusten en hoe je bekken, je zitvlak, gedragen wordt door de stoel waar je op zit of door het meditatiebankje waar je op zit of de grond. En van daaruit ga je rustig omhoog via je rug, werveltje voor werveltje. En via je buik, de voorkant van je lichaam en je borst. Rustig omhoog naar je schouderbladen. En zo naar je armen. Je reist dus met aandacht door je lichaam. En als er ergens spanning vast zit, dan kan dat, maar dan laat je die spanning los bij elke uitademing. Ga met je aandacht ook hoger naar je nek, je gezicht, je voorhoofd. En vooral bij je voorhoofd kun je je voorstellen dat daar gedachtenpatronen vastzitten die je bij de uitademing weer los kan laten.
Oké, nadat je je bewust bent geworden van je lichaam en de houding van je lichaam, nodig ik je uit om ontvankelijk en open te worden voor wat God jou wil geven via deze meditatie. Kies nu je heilig woord. Over dat heilig woord moet je vooral niet te lang nadenken, maar gewoon op je eerste intuïtie afgaan. Ik noem er een paar wat het zou kunnen zijn. Een heilig woord zou bijvoorbeeld kunnen zijn Abba, Ruach, stilte, liefde, wijsheid, barmhartigheid, Jezus, erbarmer. Dus een Bijbels woord, een woord wat jou veel zegt, kies maar. Het kan ook een korte zin zijn, de Heer is mijn herder. Of, ja vader, of, hier ben ik. Ja Heer, enzovoort. Kies een heilig woord. Om je te helpen, noem ik nog eventjes dat rijtje Abba, Ruach, stilte, liefde, wijsheid, barmhartigheid, Jezus, erbarmer, of een eigen woord. Oké, neem dat woord nu in je gedachten. Ik nodig je uit nu met je aandacht naar binnen te gaan, in de richting van je buikholte. En eigenlijk nog dieper, de ruimte onder je navel. Word je bewust van je innerlijke stilte. Het is daar heel stil in jou. Spreek nu vanuit die stilte jouw heilig woord en dat doe je in een heel rustig ritme. Doe dat subtiel en liefdevol. Dat woord of de inhoud van dat woord hoeft niet alle aandacht te krijgen, dus allerlei beelden en associaties die het woord kunnen oproepen, laat je ook weer los. Je keert steeds terug in je innerlijke stilte, dat is het belangrijkste, die innerlijke stilte. Heel diep in jou, bij die ruimte waar God woont. Vertrouw erop, vertrouw op Gods inwoning in het diepst van jouw wezen. En vertrouw erop dat de Geest op verborgen wijze in jou werkt. We jagen geen ervaring na, je hoeft geen bepaald gevoel te krijgen, maar vertrouw erop dat God werkt in de stilte van je diepste innerlijk. En we zijn nu een tijdje heel, heel stil met onze aandacht naar binnen. Dus in stilte zeg je je heilig woord. En als er afleidende gedachten komen, dan laat je die weer rustig wegdrijven. Zoals wolken voorbij drijven, ze komen en ze gaan. En je richt je aandacht naar binnen.
spreek rustig en stil, op een liefdevolle wijze, je heilig woord. En richt je aandacht steeds weer naar binnen. Oké, we gaan de meditatie op een rustige wijze afronden. Je bent nog met je aandacht naar binnen gericht. En je gaat langzaam met je aandacht naar buiten. Dus je komt langzaam terug in de ruimte waar je nu bent. Merk op hoe je zit. En als je wil, kun je nu een eenvoudig gebed uitspreken, of misschien wel een gebedsintentie vormen zonder al te veel woorden. Gebed van dankbaarheid wat je hebt mogen ontvangen. Dankbaarheid voor de stilte, of dankbaarheid om het feit dat de geest op verborgen wijze werkt in jouw diepste wezen. En vanuit die stilte, vanuit de zegen van de stilte, mag jij verder de dag ingaan. En ik wens je toe dat de kracht van deze meditatie tot zegen mag zijn voor jou en voor ieder die op jouw weg komt. Ja, dat het tot zegen mag zijn voor heel deze wereld. Dat bid ik in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.